Nou, ik vind het echt heel eng. Ik vind het echt heel eng. Hoi, welkom bij deze nieuwe vlog. 6, 1, 2, 3. Vandaag gaan we weer iets gaafs doen. Even een stukje proberen. Ik bel jou zo even terug, ja, want ik zit midden in opnames. Stel je voor, je zit al een lange tijd niet lekker in je vel en je wordt doorverwezen naar de psycholoog. Waarom houden we dit zo vaak voor onszelf? En kan iedereen zomaar psycholoog worden? Om op deze vragen antwoorden te vinden, ga ik langs bij psycholoog Annelies. Psychologenpraktijk Annelies. Eerst even de handen ontsmetten, maar niet de grond. Dat was nou weer net niet nodig. Kom binnen. Dankjewel. Maar welkom. Dank je. Ja. Hey, en er zijn heel veel psychologen waar je naartoe kan. Wat kenmerkt dan jou als psycholoog? Ik ben niet zo'n achteroverleun psycholoog, zeg maar. Je ziet wel eens van die plaatjes dat iemand op een sofa ligt en dan zit er een psycholoog naast met een notitieblok en die een beetje humt en instemmend knikt. Nee, dat past niet bij mij. Merk je nou dat in tijden van een pandemie zoals nu, dat er juist meer of minder mensen naar een psycholoog gaan? Ik zag volgens mij gisteren of vandaag, ik weet niet meer precies, op het nieuws dat mensen in Nederland zich wel zorgen maken over dat er eigenlijk veel minder aanmeldingen zijn. Omdat mensen toch vanwege maatregelen, vanwege afstand houden, even wachten, hè, met hulp zoeken. Terwijl ik merk juist ook met cliënten die ik nu nog steeds zie, eigenlijk bijna iedereen verzwaring van zijn klachten ervaart. Voor iedereen is het een angstige en onzekere tijd, hè, omdat we niet goed weten wanneer, hè, wordt het minder, hè, de dreiging van het virus. En angst en onzekerheid zijn gewoon niet zo goed voor onze mentale welbevinden. Telkens leven we weer toe naar zo'n nieuwe persconferentie. Hè, met, dan horen we hoe het ervoor staat en wat we weer wel en niet mogen. Hè, en wanneer dingen weer meer vertrouwd worden. Ik denk ook dat we eigenlijk niet zo goed in loslaten zijn. Nee. Nou, ik heb het idee dat er altijd best wel een taboe hangt over een psycholoog, mm-hmm, of het bezoeken van een psycholoog. Herken jij dit? Ja, dat herken ik wel. Ja. Ik heb wel het idee dat de laatste jaren wat verandert. Dat het voorheen nog meer een taboe was. Maar zeker ook bij jongeren dat het best wel lastig is. Hè? Want het is natuurlijk niet stoer als je, nou, je wekelijks bij iemand gaat praten over wat je lastig vindt. Of over de angstklachten die je hebt. Of over het falen in je studie. Wat ik best wel veel tegenkom. Ja. Jongeren vinden dat ook lastig. Om het überhaupt al aan zichzelf toe te geven dat ze hulp nodig hebben. Maar ook om met anderen ook te delen. En hoe kan jij er zeg maar als psycholoog voor zorgen dat het taboe misschien minder wordt? Nou, dat vind ik een beetje lastig. Wat mij wel een soort van vrolijk maakt, is dat ik best wel veel jongeren binnenkrijg die vervolgens ook weer anderen vertellen over dat ze bij mij zijn geweest en dat het hen heeft geholpen. Dan denk ik, nou, dat is mooi. Dan hebben ze en het gesprek daarover met elkaar. En hebben ze dus ook ervaren dat het gewoon echt kan helpen en niet zo heel eng en, mm-hmm, spannend hoeft te zijn. Ja. Dus dat vind ik wel mooi. Ja. Is er nog iets wat je aan jongeren zou mee willen geven die misschien nu twijfelen om naar een psycholoog te gaan? Nou, weet je, ik wil vooral niet iedereen oproepen om gelijk naar een psycholoog te gaan als, mm-hmm, je tegenslag hebt in je leven of als je met lastige dingen te dealen hebt. Want dat is denk ik ook niet zoals het hoort of zoals het moet zijn. Mijn advies is vooral praat erover met je ouders, met vrienden, met collega's, met mensen van je voetbalteam. Maakt niet uit wie, iemand op school. En als je merkt van, hey, dat is toch niet voldoende, of ik heb die mensen te weinig beschikbaar in mijn omgeving, ja, zoek dan hulp. Ik kan me, mm-hmm, voorstellen dat jij graag naar een plek gaat waar je even je gedachten de vrije loop kan laten. Heb jij zo'n plek? Ja, ik hou van het oude dorp. Dat is hier vlakbij. Daar woon ik ook om de hoek, zeg maar. Ja, en dat staat voor mij echt voor houten en voor thuiskomen. En het is ook een plek waar heel veel dingen die ik belangrijk vind in mijn leven soort van samenkomen. Mooi. Dus misschien is het leuk om daar even heen te gaan. Ja, gaan we dat doen.
Nou, we zijn nu aangekomen natuurlijk in het oude dorp. En jij vertelde net over cognitieve gedragstherapie. Kunnen we dat nou ook in de praktijk uitvoeren? Ja, dat zou kunnen. Is er iets waarvan jij zegt, nou, daar ben ik bang voor? Of dat probeer ik zoveel mogelijk te vermijden? Contact met beesten probeer ik altijd te vermijden. En hoogtes, die vind ik ook niet zo heel fijn. Oké. Okay. Nou, ik weet wel iets qua hoogtes. Dus misschien kunnen we daar iets leuks doen. Ja, of het leuk is. Ja, doe maar. Okay, is goed. Ja. Ik ben heel benieuwd wat je hebt bedacht. We gaan. Ik wacht het af. Okay. Carolien, ik ga even iets klaarzetten. We hadden het net over jouw angst voor hoogtes. En ik haal je zo op. Is goed. Dit verloopt volgens mij niet heel veel goed. Oh nee, oh nee, een ladder. Wat denk je als je dat ziet? Ja, ik denk dus altijd, die ladder die klapt onder me vandaan als ik daarop sta. Mm-hmm. En het is nog hoog ook. Ja, hoe hoog denk je? 3 meter. Hmm. Ja, denk ik ook. Ja. Zou je er uit jezelf opgaan? De eerste paar treden misschien. Oké, okay, tot hoever denk je dat je zou durven? Tot die tweede, het rode tree, zeg maar. Ja, dat is al best ver. Ja. Vind je het? Ja. Ja. Als ik dan val, dan is de schade nog beperkt. Mm-hmm. Dat, zo denk ik dan. Ja, ja, ja. En wat we bij gedragsexperimenten eigenlijk doen, is dat we gaan kijken of jouw angst, of die klopt. Hè? Ja. Of als je hoger dan die tweede rode tree gaat, of je er dan echt van afvalt. Ja. En of die ladder dan echt wegschuift. Oké, okay. Ja. Dus dat gaan we proberen. Is goed. Ja, ik zit dus nu al te kijken, hè, naar hoe dit is, hoe dit vaststaat op de grond. Ja. Of dit stevig is. Mag ik voelen of? Ja hoor, tuurlijk. Oké, ja, dat kan wel wat hebben. Ja, ja. Denk je dat het stevig genoeg staat? Ja, ik denk het wel. Ja? Of ik hoop, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, probeer omhoog te klimmen en kijken of je komt. Nou, dit is wel een uitdaging, kan ik jullie vertellen. Ik voel hem ook gewoon al een beetje wiebelen. Wat voel je? Ik voel dit wiebelen, dit. Ja, ja, je voelt een ladder wiebelen. En wat denk je dan? Als het je maar niet instort. Ja, ja. 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 Is dat een realistische gedachte? Nee. Want als die in zou storten, dan zou die ook niet verkocht worden. Ja, ja. Nou goed. Ja. Je bent bijna bij het rode gedeelte. Dit is wat ik had gezegd, hè? Ja. Oh, ik vind het heel eng. Hoe eng? Ja. Ik voel het op jezelf, dat het gewoon gelukt is? Ja, ja. Ja. Ik heb wel een beetje zweethanden. Oké. Okay. Ja. Durf je nog een trap hoger? Ja. Heel goed. Oh, wat? Nog één? Ja, je voelt me wel heel angstig. Ja, ja. Ja. Maar je bent gewoon 2 treden hoger dan je van tevoren had gedacht. Ja, dat is waar. Ja, heel knap. Toppie. Nou, ik vind het echt heel eng. Ik vind het echt heel eng. Dus misschien is het voor nu gewoon genoeg en is het een goed idee om gewoon naar beneden te komen? Ja, daar heb je gelijk in. Ja. En dan ben ik van deze enge ladder af. Ik ben zo blij dat ik weer bijna vaste grond onder voeten heb. Maar het is wel gelukt. Dat is in ieder geval wel mooi. Ja. Is jouw hypothese uitgekomen dat als je op een ladder klimt, die wegschuift of je er dan misschien van afvalt? Nee, gelukkig nee. Niet. Nee. 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 Maakt dat het anders voor een volgende keer? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. En wat is het verschil? Ja, dat er nu is bewezen dat hij niet wegvalt onder me. Mm-hmm. Maar dan zou ik dan toch wel weer angstig vinden als het een andere ladder is. Oh ja, ja. Ja, en waarom? Ja, omdat deze heeft bewezen dat hij het kan, maar misschien een andere niet. Ja, zou kunnen. Ja. Als je een hele krakkemikkige ladder kiest, ja, ja. Weet je, dan kan die instorten. Ja. Maar je deed net vooraf ook iets wat denk ik wel belangrijk is. Want het is niet zo dat we maar overal in moeten stappen, hè, wat we angstig vinden. Want je zei, ik ga even kijken of die stevig staat. En die ladder ziet er wel betrouwbaar uit. Dus dat is een hele goede... dingen die je vooraf moet onderzoeken. Ja. Dus als je dat denk ik bij een andere ladder weer doet. Dan is het gewoon safe. Ja. Ja.
Zo, we zijn nu aangekomen in het oude dorp. En waarom is deze plek voor jou van betekenis? Nou, waarom deze plek voor mij van betekenis is, omdat ik hou heel erg van structuur in mijn week. En daarbij hoort, hierachter zie je de kerk, dus de hervormde kerk van Houten. Daar heb ik belijdenis gedaan, iets van ruim 20 jaar terug. Ja. Er zijn ook onze kinderen gedoopt. En ik vind het gewoon prettig om een week, elke week in de kerk te beginnen op zondag. Dat je eigenlijk niks hoeft, mensen uit de gemeente tegenkomt. En ja, mooi. Dat geeft me rust. En niet dat ik geloof altijd even makkelijk vind. Soms heb ik meer vragen dan antwoorden. Mm-hmm. Maar ja, ook dat mag. Ja. Ja. En komt dat geloof ook nog terug in jouw behandelingen? Ja, niet altijd even expliciet. Ik heb meer niet-christelijke cliënten dan cliënten die wel gelovig zijn. Maar ik denk wel dat het mijn vertrekpunt is in hoe ik mensen benader. Dat ik vind dat een hele open en eerlijke houding. En dat je niet probeert mensen in hokjes of vakjes te plaatsen. Mm-hmm. Dat gewoon heel belangrijk is. Ja. Heb je nou ook in privéomstandigheden dat vrienden of kennissen naar je toe komen met hun problemen? Mm-hmm. Ja, tuurlijk. Net zoals jij dat hebt, heb ik dat ook. En dat vind ik ook prettig en prima, want daar ben je vrienden voor. Ja. Alleen, ik probeer zoveel mogelijk dan gewoon als vriendin er dan te zijn. En niet als therapeut. Want nee. Dat is toch echt een andere... Nou, aanpak en dan krijg je toch een andere verhouding. En soms vragen mensen dat wel, of familie van vrienden. En daar ben ik eigenlijk altijd wel heel strikt in, dat ik dat gewoon niet doe. Nee. Want ik wil vriendschap gewoon zuiver houden en nou ook voor mezelf ontspannen. Ja, ja, anders ben je altijd aan het werk. Ja, maar het zet dan ook je verhouding. Het doet iets met de verhouding. Ja. Ja. En de toekomst, hoe ga je die tegemoet? Heb je nog specifieke wensen? Ik heb heel veel wensen qua studies die ik nog wil doen en opleidingen. Omdat ik vind dat ik nooit uitgeleerd ben. Mm-hmm. En ik het ook gewoon leuk vind om nieuwe kennis tot me te nemen. En als je heel specifiek hebt over mijn vak en de drempel die sommige mensen ook wel ervaren om hulp in te roepen, psychische hulp, dan zou mijn wens zijn dat dat veel normaler gezien wordt. Mm-hmm. Dus dat je net zo makkelijk een afspraak maakt bij de fysiotherapeut als je last van je rug hebt. Ook een afspraak bij mij of een van mijn collega's maakt. Als je tegen dingen aanloopt waar je gewoon zelf niet uitkomt. Of waar anderen uit je omgeving je onvoldoende mee kunnen helpen. Ja. Nou, dat vond ik een hele mooie afsluiter. Jullie weer bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!